Seven Seasons. Ik sta hier met twee amateur pokerspelers, maar vooral darters. Jelle, we hebben net een beetje een kutwedstrijd gezien. Wat ging er mis? Nou, dat ik verloor. Ja, dat ging voornamelijk mis. Maar nee, ik miste te veel kansen. Ik had 7-4 voor kunnen staan en dan had het wat makkelijker geweest. Maar ik miste te veel dubbels en hij kwam goed terug. Dus ik heb het zelf een beetje voor mij verpest. En nou staan we in een te hete zon erg teleurgesteld. Jullie pokeren allebei. Jij hebt twee keer meegedaan op televisie in een toernooi. Ja, zeker. De eerste keer was me niet zo goed afgegaan, maar de tweede keer ging wel lekker. Ging ik ook op een rot manier af. Maar zo is ballen, spellen of sporten, is dat wel zo dat je altijd, als je verliest, altijd 9 van 10 keer wel op een rot manier vanaf gaat. Maar het is hier allemaal wel lekker. Mooi zonnetje. Geniet er wel van. Ja. Hebben jullie ook nog leuke dingen gedaan in Vegas? Ja, noem maar op wat je kunt verzinnen hier. Hier kun je alles doen. Lekker wezen zwemmen net. We staan hier tegenover het zwembad. Heerlijk. En jullie gaan vanavond nu weer terug? Nee, we gaan kijken of we vanavond terug kunnen of morgen. Maar als we morgen terug gaan, dan gaan we nog even aan het zwembad liggen. En anders gaan we vanavond met vliegtuig terug naar Nederland. En jij pokert ook wel eens op internet of in casino's? Nou, ik heb de laatste jaren eigenlijk bijna niet meer gedaan. Eerst pokerde ik wel eens waar we competitie of toernooitjes gooiden. Maar dat heb ik al een hele tijd niet meer gedaan. Af en toe onder vrienden, maar voor de rest niet veel. En jij op internet of in casino's? Ja, op internet wel, maar totdat het spamen een stokje voor stak. En er wordt nog niet meer veel meer op internet gespeeld. Maar in casino's niet zo vaak. Meestal is het gewoon cash games met vrienden en zo. Dat vind ik toch het leukste. Okay. Nou, hartstikke bedankt en succes vanavond in de vlucht. Dankjewel. Okay. Dan gaan we nog even aan het zwemmen. Scholten, jij hebt net je partij gewonnen. Hoe ging dat? Ja, naar omstandigheden redelijk wel. Ik heb gewonnen, dus ik ben wat dat gaat zeer tevreden. Jouw tegenstander had een redelijke gelijkenis met een iets wat beruchte Duitser uit het verleden. Hey, ken jij die bijnaam van hem? Nee, daar wil ik niks van weten, ook van die Duitser uit het verleden. Maar nee, ja, de jongen kan wel zeker darten. Terry Jenkins staat niet voor niks nummer 5 gerankt. Dat is een hele goede darter. Als je ziet op een gegeven moment, ik mis een 9 darter en hij gooit hem uit. Ja, dan mag je wel zeggen dat de jongen echt kan darten. Ja. Jij, poker jij zelf ook? Af en toe mag ik eens een keer met Jacco meespelen, gelukkig. In de home game in het zuiden van Rotterdam? Ja, gewoon gezellig. En hoe heet het dorp ook alweer? Spijkernissen noemen ze het, geloof ik. In de buurt van Rotterdam. Maar dat vind je ook echt leuk? Speel je ook op internet? Nee, ik speel niet op internet. Daar heb ik geen geduld voor. Het is meer, ik vind het sociale, het gezellige vind ik leuk daaraan. En dat, dat gaat zit ik wel goed bij Jacco. Ja. En wat doe je nog meer in Las Vegas als je niet hoeft te spelen? Eigenlijk niks. Zo min mogelijk. Ik probeer niet naar buiten te gaan omdat het hier zo warm is. Dus ik blijf heel veel binnen, een beetje gokken, een beetje ja, van alles wat er omheen hangt. Lekker eten, wat dat er gaat is het eten hier heel goed verzorgd in Las Vegas. Dus alles eromheen behalve naar buiten. Oké, okay. Nou heel veel succes. Wanneer moet je weer spelen? Ik denk dat ik morgen weer moet spelen. Ik weet alleen nog niet hoe laat, maar dat teksten ze me dadelijk als ze weten wie mijn tegenstander is. Okay. Nou heel veel succes. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Oké. Okay.